Een hele goede morgen! Wij zitten hier momenteel allemaal al fris gewassen aan de ontbijttafel. We zijn lekkere pistoletjes aan het eten. Elke dag komen ze zo een broodjespakket aan huis brengen. We hebben nog meerdere zakjes zo. En dan zijn we lekker nog aan het opeten. Het is vandaag onze laatste dag hier bij Center Parcs. Dat is wel bij Stijn eigenlijk wel wat eigenlijk jammer, hè? Ja. Maar we hebben er wel heel erg hard van genoten. En we gaan ook eigenlijk nog wat verder genieten. Hé, jongens? Ja, hoor. Wil je het ook hier alvast leuk? Ja. Jullie ook, denk ik. Hè? Die is momenteel trouwens TV aan het zien op zijn tablet. En wat gaan we doen vandaag? Fietsen. Fietsen? Jij ook fietsen, Jules? Ja. Ja, Jules fietst ook. Mee fietsen. Ja, ik ga de fiets vasthouden terwijl jij Juleke in de fietsstoel zet. Zeg ik maar vast. Hij zit echt te kijken, wat gaan we hier nu weer gaan doen? Ja. Dat is belangrijk, hè, die helm. Ja. Toki-tok is dat, hè? Ja, we doen het de toki-tok. Dat kan trouwens ook niet, zit vast, maar toch, hè? Niet aankomen ook niet, hè? Nee. Dat is niet zo leuk, maar dat houdt dat maar goed vast. Staat hij toch juist, hè? Ja, denk het wel. Ik vind het wel een klein beetje spannend. Het is de eerste keer dat Jules eigenlijk achterop zit. Dat voelt een beetje raar om iemand achterop te hebben. Het is nu ook niet dat Jules heel erg zwaar is, dus het voelt nu niet dat er iemand van achter, een volwassen persoon, op je bagagedrager zit. Maar toch, het is wel iets hoor. Ik kan me er eigenlijk ook niks bij voorstellen dat hij er nu van achter bij mij erop zit. Zit hij te lachen of niet? Ik weet het niet. Laat hij waarschijnlijk een beetje dromerig zal kijken. Zo van, hè, wat gebeurt er nu hier allemaal? Het is alweer een paar weken geleden dat we voor het laatst nog eens gefietst hebben. Met hem dan voorop. Dus toen reageerde hij daar wel heel erg enthousiast op. Vond hij dat wel heel erg leuk. Maar ik weet het dus niet of dat hij het nu... Zit hij een beetje op zijn gemak? Kun jij dat zien? Zie jij het? Hij slaapt al. Wat? Dat is een grapje. Hij slaapt al, zegt jullie. Vindt hij het leuk, denk je? Ja. Doorpegel, hè, Jules? Ja, hè? Oei, oei. Moet goed rijden, hè? Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Jolien en Jenno komen weer naar jou. En Jules, wij houden van jou. Lekker, hè? Wat een mooie Sahara is dat hier, hè? Wauw. We zitten dus vlakbij de Lommelse Sahara. Hier is een hele mooie heide nu. Hier is een hele mooie heide. Ja. De zandberg is eigenlijk langs die kant, recht ja. Tegenover aan de andere kant van het water. Wij rijden nu eigenlijk op een fietspad, ook op een heel mooi stuk natuur. Ja. Dat we ooit al eens aan het wandelen geweest zelfs. En het is ook nog eens mooi zonnig weer vandaag, dus ideaal. Ja, echt wel hoor. Leuke tocht. Leuke fietstocht. En dat eigenlijk allemaal vlak bij Center Parcs. Ik denk ja. Dat we nu nog geen kilometer van Center Parcs weg zijn. Ja. Ja. Mooi. De uitkijktoren. Kijk daar, zie. Wauw. Woe. Kijk hier, zie. De uitkijktoren. Haha, mooi. We hebben alleen de draagzak niet mee, anders zouden we hem even mee naar boven kunnen gaan nemen. Maar om hem zo te dragen, het is echt wel een grote toren. Dat gaan we niet doen. Ik ben heel benieuwd wat ik boven te zien krijg, hoor. Ik hoop dat de moeite is, want het zijn veel trappen. Ja, het zal wel weer aan mij liggen, maar zoals zo'n trap is zoals in deze, bij de Eiffeltoren is dat volgens mij ook. Daar zitten gaten hier tussen.
En hoe hoger dat je komt, ja, hoe dieper dat je dus de grond onder u eigenlijk ziet, hoe enger dat je dat eigenlijk vindt. Ik ben geen fan van zo'n trappen. Ik heb al hoogtevrees. Ik ben er even stil van geworden. Ook buiten adem, maar ook stil. Wat een uitzicht. Als je heel goed kijkt, dan zie je daar boven de bomen. Even kijken of ik. Ja, het is hier ergens. Kan je een puntje bovenuit zien steken? Daar is Center Parcs. Hier zie je trouwens ook de Sahara. Het is nu wat bij tegenlicht, maar anders daar zie je het dus ook het strand. Hele mooie meren hier. Ja, dat is hier fenomenaal. Hè. Ik zou het zeker iedereen aanraden die deze regio uitkomt om dit erbij te nemen. Zo. Het is toch niet zomaar een uitkijktoren. Het is een hele hoge. En het is ook niet dat je daar, ja, als je daar eigenlijk boven staat, dat je zo twee bomen en een kerk ziet. Je ziet echt heel ver en alles wat je ziet is ook echt de moeite. Ik heb er eigenlijk maar eventjes boven staan, een minuutje. Maar ik denk als je langer boven staat en je begint te kijken naar bepaalde stukken van de natuur, zie je hier en daar waarschijnlijk wel beesten lopen en beweging, vogeltjes. Speciaal even zo de rust pakken. Het is ook heel stil daarboven zo. Even een genietmomentje ook. Zeker de moeite. Een superleuke fietstocht is het. Nou, we zijn alweer terug. Kijk, we kunnen langs dit hier. Langs deze wandelsluis. Wandel- en fietssluis zou ik zeggen, want ik kan er ook mijn fiets door. Moet op de bel drukken. En dan kan je eigenlijk langs de achteringang terug naar het park. Ja, dat was een moeite nogal. Het is alweer donker geworden. We hebben stokbrood gehaald en ook wat vlees in de supermarkt. Toen we terug fietsten, hebben we snel gestopt. Die is even nu een dutje aan het doen. Dus wij kunnen nu wel eten maken. En dat is ook meteen het laatste avondmaal hier. We hebben gegeten en opgeruimd. De tafel is zoals leeg en ik nam mijn jas. Als Juleke zijn speelgoedhoekje is helemaal opgeruimd. Het is echt tijd om terug naar huis te gaan. Het is spijtig. Eigenlijk mogen we blijven tot morgen. Dat doen we niet. Omdat we morgen onze zaak terug open doen. En anders zouden we te veel gedoe. Dus we hebben besloten, we gaan gewoon nu vanavond dan naar huis. En dat is spijtig natuurlijk. Hè? Ook al zijn we hier lang geweest, het is toch zoiets van, goh, toch jammer eigenlijk. Het was hier heel erg leuk. We hebben enorm genoten van dit verblijf. Video's spreken voor zich. Als je niet allemaal gezien hebt, zou ik zeggen, keer zeker eens terug. Kijk ook eens naar deze video. Dat is van de eerste dag dat we hier waren. En zodat ik blijf daar even ook verder kijken. Tot morgen!